de eerste wiel met een heel klein verschil. Amy Pietersen was vorig jaar iets trager weg. En vandaag is de finale. En moet er ook gebeuren. Kirsten Wild tegen Amy Pieters. ...150 meter tijd, 22, 23, 4. Kirsten Wild neemt de commando. 14 seconden is het verschil op dit moment. Amy Pieters komt op stoom. 500 meter in de 43 en 49. Verschil op na 16 van de schop. Zeventiende van de seconde op dit moment, 57-9 tegen 58-7. Amy Pieters moet nu aankomen. Zal gecoacht worden op een fantastische tijd en misschien in de finale terug proberen te komen. We gaan naar de kilometer. Kilometer 1.16.0 voor Kirsten Wild en 1.16.8 voor Amy Pieters. Verschil loopt nu naar bijna een seconde naar 1125 meter. Kirsten Wild heeft op dit moment de beste papieren met 1-2-10 seconden aan bereik. Maar naar de 1500 meter. 1.51 tegen 1.53. Bijna 2 seconden voordeel voor Kirsten Wild. Seconden voor Kirsten Wild. Vechten voor 11 meter. Amy Pieters moet nu weer versnellen, maar kan je dat ook nog? Na zo'n zware wedstrijd van vorige gisteren, ook een zware wedstrijd in de stretch. Na 2 kilometer is het verschil opgelopen naar 3-1 van de seconde. Kampioen van Nederland 2013-2014 in de achtervolging, Kirsten!